Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En vandaag gaan we weer nog stalken. Oh. Ja! Goed, dit keer hebben jullie bepaald dat we een BN'er moeten stalken. En waar vind je nou een BN'er? Dat is natuurlijk in het Mediapark in Hilversum. We gaan er een hele spannende wedstrijd van maken. Ik heb hier 10 enveloppen met in elke envelop een willekeurige BN'er. Ja, en dan kan je nog punten mee verdienen. Als je je BN'er zo lang mogelijk weet te stalken, verdien je 1 punt. En als je ze snel mogelijk weet te verdienen, verdien je nog 1 punt. Ja. En als je het originele zelf weet te maken met die BN'er, verdien je nog 1 punt. Inderdaad, dus 1 punt per onderdeel. Laten we gaan trekken, jongens. Nou, jullie mogen eerst. Mag ik eerst? Ja, jullie mogen eerst. Ik kies voor deze. Ja. En er blijft nog 8 over. Ik ga voor deze. Ja? Dat bleef mooi zweven. Goed. Ja. Ik heb Gerard Joling. Gerard Joling. Yes. Oh, de Gier. Jij? Ik heb Luc Ikink. Oké. Okay. Ja, natuurlijk. Ja, dit is echt Giel zoekt Giel. Dit is heel toevallig. Giel zoekt Giel. Ja, Giel achtervolgen. Nou, dat wordt leuk. Dit is gewoon echt heel erg toevallig. Inderdaad. Waar ga ik deze vinden dan? Geen idee. Maar de tijd gaat nu in. Dus nu. Ja, nu toch? Oké. Okay. Waarom niet? Doei. Giel. Zo makkelijk. Oké, vandaag moet ik dus Luc Ikink gaan stalken. Ik heb geen idee wat hij vandaag gaat doen, dus dat ga ik eerst uitzoeken. En dan hoop ik hem snel te vinden. Giel Belevin is denk ik niet heel moeilijk. Hij maakt natuurlijk YouTube, maar hij is natuurlijk ook bekend om zijn radioprogramma. En dat is hier toevallig maar 200 meter vandaan. Hey, daar rijdt Giel. What the fuck? Fuck jou. Ik ga eerst eens op Twitter kijken of hij toevallig iets heeft gepost van waar hij is. 9 minuten geleden. Hij zegt goedemorgen. Hebben jullie mijn vlog van afgelopen maandag al gezien? Nou, ik ga even zijn vlog kijken. Misschien... Die zijn onderweg naar Vlissingen. Ja, het is nog maar 87 kilometer, dus het valt allemaal mee. Van de 200. Dus we zijn er bijna. Oké, ja, ik kan natuurlijk de auto niet helemaal bij 3FM parkeren, want dan heeft hij me meteen door. Maar ik ga sowieso even controleren of die al naar huis is. Anders heb ik wel een probleem. Goedemiddag. Is Giel Belen al weg? Oké. Okay. Dat is een goed teken. Giel Belen is dus gewoon nog in de studio. Ik ga gewoon wachten in de auto en dan veel te zien. Eens even kijken wat hij aan het doen is vandaag. Luc Ikink. Toevallig vriend. Hij werkt nu bij RTL Late Night. Ik ken ook iemand bij RTL Late Night. Dus misschien weet hij waar diegene vandaag is. Neem op, alsjeblieft. Alsjeblieft. Goedendag. Dit is de voice. Helemaal kut. Ik ga een rondje rijden door het Mediapark. Misschien kom ik hem tegen. Hij werkt bij RTL volgens mij. Dus ik ga even langs de RTL. Ik ga langs het RTL-gebouw. Dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Hij heeft natuurlijk ook vlogs, maar misschien kan ik daar iets op vinden. 38 alweer vind je dit nu al een hele leuke vlog. Laat alvast een blauwe klauw achter. En ik ben nu onderweg naar RTL Late Night, naar het gebouw van Blue Circle. We gaan naar Blue Circle. Daar werkt hij dus. Fuck, ik heb geen fucking flauw idee hoe ik Gerard Joling moet gaan zoeken. Zo iemand wil ook helemaal niet gevonden worden, weet je wel. Het is gewoon een BN'er. En als BN'ers ergens een hekel aan hebben, dan is het aan het stalken, dat ze gestalkt worden. Fuck it, ik ga gewoon het RTL-gebouw binnenlopen en ik ga daar vragen of ze weten waar hij is. Fuck it. Nou, Giel die tweet vooral over zijn ochtendshow van deze ochtend. Maar verder heeft hij niks meer geplaatst. Dus dat is wel lastig. Maar ja, we zitten nu gewoon recht bij de uitgang te wachten totdat hij naar buiten komt. Ik ga even Domien bellen om te checken of hij iets meer weet over zijn plannen. Want ik kan hier wel 5 uur gaan zitten wachten. Maar ja, dat is niet veel meer. Hey Giel. Hey Domien. Giel, dit is toch de makkelijkste opdracht van Nederland? Ja, dit is de makkelijkste opdracht, dat klopt. Ik ben ook heel blij dat Ja, je moet Giel Belen vinden. Giel is net anderhalf uur klaar met zijn radioprogramma. Nou, waar zou die zijn? Ik sta ook bij het 3FM gebouw. En ik ben ook naar binnen gelopen met de vraag van, hey, is hij er nog? Hij is er nog. Maar ja,
wat kan ik nu voor je doen? Ik moet gewoon een beetje weten wat zijn planning vandaag is. Ik denk dat zijn planning is dat hij voor 2:30 niet het pand uitkomt. Wat? Dat denk ik. Ja, die mag hier niet met draaiende kamer naar binnen lopen. Maar goed. Een hele goede morgen. Een hele goede... afspraak bij RTL? Ik ben op zoek naar Gerard Joling. Die moet ik vandaag vinden. Gerard Joling is niet binnen. Dit is een hoofdkantoor. We hebben hier geen studio's of zo. Hij is hier niet binnen. Oké, okay, nou dan houd het op. Ik zie hier toevallig iemand bekend langslopen, dus ik ga het gelijk even aan hem vragen. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed, man? Ja, ja. Hoi, Stefan van Stuk TV. Hey. Hey, luister, ik heb een vraag. Ik ben op zoek naar Gerard Joling. En dan heb je toevallig enig idee waar die is? Daar woont hij als meer, geloof ik, voor de rest. Als meer? Ja, daar woont hij. Ja, ik zou zeggen rijden als meer. Ja? Ook dan de meeste kant? Mensen in het dorp weten sowieso waar die woont. Ja? Gerard, sorry hiervoor. Sorry. Mensen in het dorp weten waar die woont. Top, ga ik dat doen. Ja. Dankjewel, man. Succes. Ja, dank je. Doei, doei. Als ik zo meteen met 3 ben en ik weet wat meer over zijn schema, dan laat ik het je weten. Oké, okay, super. Dankjewel, Domien. Goudwaard, dank je. Succes, oude stalker. Yes. Oké, okay, dat is heel fijn. Ik heb zojuist Domien van 3FM gesproken. Ik ben erachter dat hij waarschijnlijk tot 3:30 in het pand zit met vergaderingen. Nou, ik moet sowieso nog een mooie foto scoren met hem. Dus voor mij de ideale situatie om nu naar een carnavalswinkel te gaan. Heel mooi outfitje scoren. Die Giel Beelen natuurlijk aan moet trekken. En dan loop ik straks gewoon binnen bij het 3FM gebouw met de vraag, mag ik alsjeblieft 1 foto met Giel Beelen? Dat ga ik doen. Dus ik ga deze plek even verlaten. Hier is een blue cirkel. Het is nu vrij, ziet er vrij verlaat uit. En het is gewoon leeg. Oh, ik dacht oprecht dat het hier was. Maar dan moeten we dus naar Amsterdam. Wat voor een outfitje zou Giel Beelen leuk zijn? Hey, Mitch met Thomas. Hey Thomas, je hebt gebeld. Dat zou tof zijn. Maar hij mag van niks weten, hè? Ik zit er niks in. Hé man, super bedankt. Heel erg bedankt. Hoi, hoi, tot zo. Ik heb net met de redactie van Etto Late Night gebeld. Luc Kieking zit daar op kantoor. Ze weten nog niet precies wat hij vandaag allemaal gaat doen, maar ik kan in ieder geval daar naar binnen op de redactie. Dus ik ben nu onderweg naar Amsterdam om hem te gaan bespioneren, te gaan stalken. Er zit een kutvrachtwagen voor me, schiet daar op. Het is een wedstrijd. Rijd door. Fuck ja, zo ga ik deze wedstrijd echt nooit winnen, jongen. Ik loop zo erg achter. Ik ga gewoon 2 van die foute glitterpakken huren, want daar houdt Gerard Joling van. En dan ga ik gewoon met hem op die manier op de foto. En dan heb ik sowieso 1 punt voor originaliteit. We zijn dus nu bij een winkel waar ze een hoop feestartikelen hebben. Want ik ben natuurlijk op zoek naar het origineelste outfit voor Giel. Ik vind het wel lastig hoor, wat ik ga nemen. Yo Mitch. Yo, je bent er? Ja, ik sta nu voor de ingang. Oké, okay, kom eraan. Hey man, dat is goed. Ja? Zeker, zeker. Dus ja, waar zit hij? Hij zit boven te lunchen. Echt te lunchen? Te lunchen. Super grappig dit. Oké, okay, nou, later komen we terug en dan gaan we filmen als hij aan het werk is. Oké, okay, ik ben eruit. Dit gaat het outfitje van Giel Beelen worden. Shirtje uit, jasje aan. Compleet nieuwe metamorfose. Ik denk dat hij dat vast wel kan waarderen. Hebben jullie toevallig nog leren broeken? Oké, okay, nou. Ik heb voor mezelf ook maar natuurlijk een passend outfitje genomen. Uiteraard voor Giel ook. Wat een leuke foto. Gerard Joling schijnt hier ergens te wonen. Dus ik ga mensen vragen of ze toevallig weten waar hij woont. Mevrouw, weet u toevallig waar Gerard Joling woont? Ja. Is echt waar of niet? Ja. Echt waar? De eerste de beste persoon waar ik het aan vraag. Weet meteen waar Gerard Joling woont. Dat is echt het beste hier doorheen. Dankjewel Jan Versteeg, dankjewel. Kijk, kan je een shot maken? Hij wil niks door. Hij staat soms zo gek te kijken als ik dan vertel dat ik de hele dag hem gevolgd heb. Dan word je toch helemaal gek? Als je dan niks door hebt gehad. Hoop dat ik binnenkom met dit belachelijke outfit. Receptie. Hallo, je spreekt met Giel van Stuk TV. Ik zou heel graag even binnen. Heb je op je hoofd, joh.
Ja, ik zou heel graag even binnen willen komen, alsjeblieft. Ja, kom maar door. Ja, oké, dankjewel. Yeah. Top, man. Ik heb een hele gekke vraag. Ik ben op zoek naar Gio. Ja, die is er niet meer. Waar is hij dan? Ik ben eventjes weg. Ja. Oké. Fijn. Op Giel kun je absoluut niet bouwen. Daar bedoel ik mezelf ook mee, want ik ben hier degene die vertrokken is voor, om een outfit te scoren. Ja, hij gaat, hij loopt. Hij loopt deze kant. Hij heeft gewoon nog steeds niks door. Ik vind het zo spannend. Dit is zo creepy. Wat gaat die, hij gaat zomaar een wandelingetje maken. Even een luchtje scheppen. Chill. Hey, Luc. Dat is goed, jongen. Goedemiddag. Hi. Hey, ik ben op zoek naar twee hele gave glitterbakken. Zo. Nu ben ik pas echt klaar om Gerard Joling te zoeken. Ik zie nu Giel Bela aankomen rijden. Hij begint al helemaal te lachen. Hey. Hoe vind je dat ik eruit zie? Ja, ik vind het lekker. Hè? Sorry dat ik je overval tijdens je meetings. Dat heb ik altijd al willen doen. Altijd al willen doen. Hé, hey, ik heb een vraagje. Ja. Zullen we even op de foto gaan met z'n tweeën? Ik heb wel een mooi verrassende outfit voor je gekocht. En is dit iets... nou ja, goed. Moet ik nog vragen waarom? Of is dat een hele andere vraag? Gewoon een outfit aantrekken. Gewoon een outfit aantrekken. Ja. Dit is fantastisch. Dat beloof ik. Ja, ik ben alleen. Eigenlijk moet even iemand een foto maken. Sigrid. Dat heb ik wel onder duizend. Ja. Ik denk dat het deze is, man. Ja, dit is het. Ik kan toch niet zomaar bij gaan aanbellen. Oh, what the fuck. Een hele goede middag. Hallo. Hi. Ik ben op zoek naar Gerard. Is hij toevallig thuis? Ja, hij is thuis. Misschien vindt hij het leuk om met mij even op de foto te gaan. Dat is eigenlijk het enige wat ik moet doen. Oké, nou, zover ik begrijp, ligt hij nog op bed. Maar heb je een nummer dat ik even Ik kan mijn nummer gewoon even geven. Wacht even, schrijf even. Gaan we gewoon wachten dan, totdat hij wakker wordt? Nou, dat zien we wel. Oké, we staan nu bij de parkeergarage. En Luc Iking kan elk moment vertrekken op weg naar de studio. En dan gaan we weer achtervolgen. En ik heb geregeld met de redactie dat ik vanavond een onthulling mag doen in de studio live tijdens de uitzending. Dan mag ik in de studio de show inlopen en zeggen, Luc, ik kan jou vandaag de hele dag achtervolgen. Dat is toch fantastisch. Dit is hem. We hebben hem. Ja, ik ben onderweg naar de studio. Zijn we met de auto echt achter hem? Dat valt natuurlijk wel een beetje op, maar hopelijk heeft ze niks door. Daar gaat u. Dus Luc heeft daar zijn auto geparkeerd, wij parkeren hem ergens anders dan ben ik erbij, denk ik. Ik heb net een sms gekregen van het management van Gerard Joling. En Gerard Joling is nu wakker en we kunnen erheen gaan. Met andere woorden, ik ga een foto scoren. Goedemiddag. Goed, hoe verder? Hoi, Stefan. Leuk, stuk tv. Alles goed? Hoi, ja, zeker. Alles heel erg goed. Mijn opdracht is eigenlijk heel simpel. Ik moet met jou een foto maken. En zo origineel mogelijk. Dus ik dacht, hoe nou beter een foto met Gerard Joling in zo'n pakje? Nou, dat is fantastisch. Gaan we doen? Huppatee. Nou, laten we een foto maken dan. Huppatee. Dan gaan we gewoon een screenshot maken in 3, 2, 1. Hebben hem? We hebben hem. Top, succes, man. Dankjewel, hè. Oké, graag gedaan. Doei. Veel plezier. Dankjewel. Doei. Yes. Het is gelukt. Een foto met Gerard Joling. Een originele foto met Gerard Joling. Ik heb 1 punt verdiend. Sowieso. En ik ben fucking blij. Hier is It's a Late Night natuurlijk. Dus hier gaat het zo meteen gebeuren. En als het goed is zijn ze nu aan het repeteren. Maar we mogen niet opvallen. Dit is heel moeilijk. Oh, daar zit hij. Zie je hem? Hi, Luc. Hi. Die gast zit al werkelijk de hele dag op zijn telefoon. Het is enig wat ik zie. Hij is al over de internet, hij weet er alles van. Dat is wel waar. Ik ben zo benieuwd of hij iets door heeft gehad.
En zijn gezicht vooral, als hij die beelden ziet zo meteen. Nou, dat wordt zo mooi. Ik ga er echt van genieten. Dus. Iedereen zit helemaal klaar. Ready voor de live uitzending. En niemand weet wat er gaat gebeuren. En dat hoeft niet meer zo. Spannend. Wel leuk. Het is nog over een half uurtje en dan mogen we gewoon de uitzending binnenwandelen. Bah, even onderbreking. Want we hebben Luc vandaag gestoken. Ja, dat is toch prachtig dat dat gewoon kan. Ik heb echt zin in. Er is nog iets wat jij niet weet. Oh? Ja. Heb je iets gemerkt vandaag? Nee. Nee, hè? Nee. Nee, nee. Dacht ik al. Je moet even meekijken, want de jongens van Stuk TV hadden een opdracht hebben ze gekregen. Okay. Leg het zelf uit. Oké, vandaag moet ik dus Luc Ikking gaan stalken. Ik heb geen idee wat ik. Heb je echt niks gemerkt? Ik heb niks gemerkt. Heb je echt niks gezien? Maar het mooie is, het is nog niet af, want ze eindigen altijd met een selfie. Dames hier, Thomas! Hey. Wat grappig is, ik heb dus wel gemerkt dat Thomas mij eens kan volgen op Twitter vandaag. Dat zag ik ineens. Heel toevallig. Volg jij mij dan in godsnaam? Ja. Niks gemerkt. Niks gemerkt, nee. Ja, dan is het zeker geslaagd. Ja. Ik moet alleen nog één selfie met je maken voor een extra punt. Dus dat gaan we nu direct doen. Ik voel een beetje opgelaten nu ineens, nu je mij de hele dag hebt gevolgd. Die selfie maken. Ja, selfie. Okay, kom op. Ja, het is heel interessant tv dit. Ja, heel duidelijk. Ja. Het is gek dat je wat gevolgd en niet door hebt, dat je niks door hebt. Nee, maar dat is toch, ja, ik vond het ook heel gek om te doen. Dat is het, ja, maar dat kan me voorstellen. Ja. Ja, dat was echt leuk. Ja, dat was goed. Oké, nou, we zijn weer allemaal terug. Yes. Volgende dag, jij hebt het best wel laat gemaakt gisteren. Zeker, dus ik heb sowieso het punt voor het langstalken. Ja, inderdaad. Ik heb sowieso één punt voor dat ik als allereerste Berner heb gezien. Ja. En ik denk dat ik sowieso de origineelste foto heb. Nee. Maar zij denken dat ook. Nee. Dus zet in de comments neer wie van ons drie heeft gewonnen. Zet lekker Stefan Kiel, neer. Kiel, Kiel, Thomas, Kiel. Thomas. Tot volgende keer, jongens. Hoi. Ik ben echt benieuwd wie er gaat winnen. Ik ook. Oh, ik ook. Vond je dit nou een hele gave video? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Hoeveel duimpjes willen we? 55.000 duimpjes omhoog. Zo. Geen idee of dat veel of weinig is, maar doe jullie best. En ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Dat is heel gauw. Voeg deze video toe aan je favorieten en zet een toffe reactie beneden in de comments. Stefan, Kiel. En je kan ook volgen op social media, Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. Woe. En vergeet gewoon niet in de comments de reactie achter te laten en wie er gaat winnen. Zoals Thomas. Kiel. Yes. Tot volgende week. Later. Doei. Kiel. Stefan.